Goedendag en welkom bij Studio De Graafschap. Het programma natuurlijk over het wel en wee van de superboeren. Vandaag twee gasten aanwezig hier in de studio, hier aan tafel. Ja, en die hebben toch wat gemeen met elkaar. Allebei hebben ze in Schotland gevoetbald. De een is trainer van De Graafschap en de ander is oud-voetballer van De Graafschap. Pieter Huistra en Dave Bus, welkom allebei. Ja, jullie hebben allebei in Schotland gevoetbald. Dave, jij bij Aberdeen. Hoe was die tijd? Die tijd was onvergetelijk voor mij. Het heeft een halfjaartje geduurd. Eigenlijk had ik nog graag langer willen blijven, maar ja, het zat helaas niet in. En uiteindelijk heb ik gekozen voor Go Ahead. Maar ja, de tijd en de ervaring en de wedstrijden, met name bij de grote clubs Celtic en Rangers, ja, dat zal me altijd bijblijven. Ja, hoe was die beleving? Ja, beleving was enorm. Echt volledige families die op de tribune zitten, van kinderen tot oma's, die allemaal tekeer gaan tijdens een wedstrijd. Dat maakt veel indruk. Ja, iemand die natuurlijk alles over die beleving weet in Schotland, dan ben jij, Pieter Huistra. 5 jaar gevoetbald bij Glasgow Rangers, 5 jaar achter elkaar kampioen geworden, nog wat bekers gepakt hier en daar. Waarom heb je toen die overstap gemaakt naar Schotland? Ja, ik zat bij Twente, ik was speler van het Nederlands elftal. Ik was eigenlijk toe in de volgende stap, echt bij een topclub. Ik zou eerst naar PSV gaan. Dat kwam met geld en met transferzommen kwamen de clubs er niet uit. En toen was het nog makkelijker om naar het buitenland over te stappen. Ik kwam met Rangers in aanraking en ik was eigenlijk ook direct gegrepen. Mm-hmm. Door de grootte van de club, door het enthousiasme van de supporters. Ik heb daar ook 5 mooie seizoenen gehad. Inderdaad, ja. Europees gespeeld, Champions League, kampioenschappen. Alles kon eigenlijk daar. Achter elkaar kampioen worden, ja, dat is toch iets? Ja, dan denk je dat is allemaal makkelijk, maar er waren ook een paar kampioenschappen bij op de allerlaatste speeldag bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het was echt wel het hoogtepunt van mijn spelerscarrière daar. Dus heel goede herinneringen moet ik zeggen. Al die mensen die ik daar aan overgehouden heb, die zijn nu ook blij dat ik van Groningen overgestapt ben naar De Graafschap. Hè? En dat begrijp je wel waarom. Naar het blauw-witte natuurlijk. Ja, en het groene van Groningen sprak ze niet zo aan. Nee, dat denk ik ook. Maar vertel eens, voor de mensen die er nog nooit zijn geweest, hoe is nou die beleving? Kan je dat onder woorden brengen? Nou, Dave zei het net al. Het is iets wat je, zeker Rangers en Celtic, dat is iets wat je vanaf je geboorte meekrijgt. Je wordt of als Rangers supporter geboren of als Celtic supporter. Dat heeft ook met je geloof een beetje te maken. Er is geen gedachte mogelijk, mm-hmm, dat je ooit in je leven over zal stappen van de een naar de ander. Dat zit heel erg diep. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Everton en Liverpool. Ja. Daar kan nog wel eens in één gezin een Liverpool en een Everton supporter zitten. Maar dat kan met Rangers en Celtic zeker niet. Okay. Heb je goed geslapen afgelopen weekend? Ik slaap altijd goed. Oh, okay. Want de kop is eraf natuurlijk. Hoe belangrijk was de overwinning van De Graafschap? Na die interviews met jou slaap ik altijd goed. Dus geen probleem. Nou, dat is altijd fijn. Maar je hebt wel gelijk. Hè. Zo'n eerste wedstrijd is altijd spannend. Ja. Je bent altijd nieuwsgierig hoe de ploeg ervoor staat. 6 weken voorbereidingsintensief. Dan werk je dag en nacht met die spelersgroep. En dan bereid je ze ook eigenlijk voor op die eerste wedstrijd. Mm-hmm. Nou, dan kun je nog een heel goed gevoel hebben. Je kunt geweldige oefenwedstrijden spelen. De eerste competitiewedstrijd is toch altijd anders. Het is speciaal. En ja, als je die dan wint, dan geeft dat iedereen een goed gevoel. Ja, Dave Bus, jouw eerste competitiewedstrijd moet nog komen dit seizoen. Klopt. We hebben een toernooi gespeeld de afgelopen week. Het keitoernooi in Lichtenvoorde. En die hebben we winnend afgesloten. Mm-hmm. Maar bij ons moet er nog wel het een en ander gebeuren. En gelukkig duurt de voorbereiding nog 2, ik denk 3 weken. Wat moet er gebeuren dan? We hebben nog niet met de voltallige selectie getraind. Het is nu de stap zeg maar, van de profs naar de amateur, die worden nu echt duidelijk. En je merkt dat nog een hoop jongens op vakantie zijn. Nou, dat is in profleven absoluut ondenkbaar. Dus daarin moeten we nog even alle mensen bij elkaar zien te krijgen. En dan gaat voor ons het seizoen beginnen. Ja, waarom ben je gestopt eigenlijk als profvoetballer? Dat had meerdere redenen. Ik heb 4 geweldige jaren gehad bij Go Ahead. En 4 jaar ook in de Jupiler League gespeeld. En ik had toch wel het gevoel dat ik alle wedstrijden in de Jupiler League... Ik had alles al meegemaakt, zeg maar. En daarbij had ik maatschappelijk heb me ook behoorlijk ontwikkeld de laatste aantal jaren. En daar heb ik nu eigenlijk ook voor gekozen. Dus nu zit ik echt fulltime, ben ik aan het werk. En dan komt voetbal nu eigenlijk een beetje op de tweede. Want wat doe je precies? Ik run een groothandel in sportartikelen met een groep van 5 mensen. En we proberen
ja, eigenlijk door Europa proberen we goederen in te kopen en te verkopen naar online shops en eBay-handelaren. Toen jij afgelopen seizoen wegging bij FC Groningen, had jij toen ook zoiets in je achterhoofd? Misschien moet ik me meer op het maatschappelijke vlak gaan richten? Nee, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor gehad. Het ging zo snel ook met de Graafschap wat erachteraan kwam. Dus ik heb er eigenlijk geen tijd voor gehad. En ja, ik zit ook veel te veel. Ik vind het veel te leuk. Mm-hmm. Het trainen is vaak, ik ben lang niet uitgeleerd ook wat dat betreft. Het is eigenlijk nog nooit in me opgekomen, zeker de afgelopen jaren niet. Het is wel in me opgekomen nadat ik gestopt als speler. Ja. Dan kom je wel echt op een punt in je loopbaan, in je leven eigenlijk. Dat je iets hebt van, nou ja, wat moet ik nou eigenlijk? Hè? Je bent als speler vaak heel jong, rol je erin. Ik was 17 toen ik in de Eredivisie begon te spelen. En als het dan afgelopen is, dan kom je wel echt even... Wat had je willen gaan doen dan? Nou, ik had heel veel interesses, heel veel dingen eigenlijk die ik leuk vond. Ik had in eerste instantie ook de insteek, wil iets heel anders doen. Ja. Maar ja. Maar welke kant op dan? Nou ja, bijvoorbeeld maatschappelijk of nog een keer studeren, hè, nog een keer iets oppakken. Okay. Bij een bedrijf in dienst gaan, gewoon in het bedrijf dan je weg vinden. Maar uiteindelijk begon eigenlijk vanaf mijn Japanse periode ook het trainersvak wel steeds meer te trekken. Daar werkte ik samen als speler met Wim Jansen. Die gebruikte mij ook een beetje als assistenttrainer op dat moment. Ja. Omdat hij had een Japanse assistent. Nou ja, daar kon hij niet zo heel goed mee communiceren, dus dat deed hij met mij. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen ben ik de trainingscursussen gaan doen. Ben ik jeugdtrainer geweest. Nou ja, allerlei functies in het voetbal verder als trainer. Dan rol je vanzelf verder. Waarom heb je nu dan voor de Graafschap gekozen? Waarom heb je niet op een eredivisieclub gewaagd? Nou, ik ga op mijn gevoel af daarin. Ik had al vrij snel een gevoel. Een gesprek met Roland Vromans, nou, dat sprak me ook wel aan. De ideeën die hij had, de weg die hij in wilde slaan met de club, ja. Dat sprak me aan. En ik had ook het gevoel dat ik hier wel veel van mezelf kwijt kon. Nou, dat blijkt ook wel tot nu toe. Ik heb er geen spijt van die keuze. Ja. Dave, wat moet de Graafschap nog gaan veranderen? Of wat moet er nog bij komen voor dit seizoen? Ik moet zeggen, ik heb ze eigenlijk ook nog niet eens... ik heb de wedstrijd wel live gezien op Eredivisie Live tegen Excelsior. Maar ik heb ze eigenlijk niet goed gevolgd in de voorbereiding. Ik heb hem toch wel meer Go Ahead gevolgd. Maar ja, volgens mij zijn ze met een aanvallen bezig. Maar dat lijkt me wel heel belangrijk dat je, als je echt voor promotie speelt, dat je veel doelpunten maakt. En zeker, de Graafschap zal meer op de helft van de tegenstander spelen, verwacht ik, dit seizoen. Dus ja, dan heb je toch mensen met veel dreiging nodig. Ja. Ja, voor de rest zijn er een paar goede verdedigers bij gekomen, met name Van Kouwen. Ja, dat vind ik echt een ontzettend goede speler. Dus ik verwacht wel het een en ander dit seizoen van de Graafschap. Ja, Pieter, jullie zijn met een aanvaller bezig. Harry Gommans is op proef geweest. Die wil graag elders kijken of die verbeterd contract kan krijgen. En deze week hebben jullie Fabio Carcicciolo op proef gehad. Hoe staat het daarmee? Ja, die is inderdaad geweest. Heeft een paar dagen meegetraind. We hebben daarin nog geen beslissing genomen. Dat schuiven we nog even voor ons uit. We hebben natuurlijk ook te maken met een relatief nog klein bedrag wat we kunnen besteden. En dat wil ik ook goed besteden. Dus samen met de directie denken we daar heel goed over na. En proberen we het zo goed mogelijk in kaart te brengen. Wat voor deze groep nou het beste is. Kijk, we hebben al drie aardige aanvallers, vind ik. Met El Hasnoui, met Anko Jansen en met Tim Vinken. Dus daar moet nou nog iemand bij. Voordat er iemand gebaseerd raakt of nog een andere dimensie moet geven. Dus dat moet ook goed passen. Dus daar ben ik ook heel erg beducht op. Ik wil niet dat er een balans wegvalt of zo. Dus we zijn heel gedegen met die laatste invullingen. Ja, en nog een keeper erbij. Wordt dat een eerste, een tweede of een derde keeper? Een spits en misschien nog één speler. Daar kijken we nu naar. Dat onderzoeken we heel erg goed. Maar ja, dat heeft ook te maken met vraag en aanbod. Maar is dat niet disqualificatie richting Jordi van der Kracht, die nu tweede keeper is, als er zo dadelijk een eerste of een tweede keeper bij komt? Kijk maar naar de selecties van alle profclubs. Of je nou Eredivisie kijkt of Jupiler League. Iedereen heeft 3-4 keepers voor eerste en tweede elftal. Wij hebben er maar 2 op dit moment. We hebben Jan Hidde Jurrius erachter. Dat is eigenlijk nog een A-junior. Dus er moet gewoon iemand bij. Al is het alleen maar voor de aantal. En in het voetbal geldt niet... Niks is disqualificatie, naar wie dan ook. Geldt wel dat er een gezonde rivaliteit moet ontstaan om elkaar naar hogere hoogtes te brengen. Ja, Dave Bus, zo dadelijk. Go Ahead Eagles, de Graafschap. Hoe sterk is Go Ahead Eagles? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Ga er even zitten. Nee, ik denk dat de Graafschap het altijd lastig heeft gehad bij Go Ahead.
En ja, de wedstrijden bij de Graafschap met Go Ahead waren ook geweldige wedstrijden. Maar ja, Go Ahead heeft momenteel een behoorlijk goede voorbereiding. En ja, dit is altijd wel een behoorlijke jonge groep. En ik vind altijd met een jonge groep kan het altijd twee kanten op gaan. Je kunt eigenlijk boven je eigen niveau kun je presteren. En ja, momenteel doen ze dat erg goed. En ik denk dat de Graafschap zeg maar, op lange termijn dat die wat meer body en inhoud hebben. En die zullen waarschijnlijk een wat constantere seizoen draaien, verwacht ik. Dus, maar ik denk dat het voor de Graafschap absoluut geen makkelijke wedstrijd zal worden. Wat is hun kracht? Waar moet ik rekening mee houden? Nou, de kracht was altijd dat ze echt, de Go Ahead wil altijd van het voetballen uitgaan. Dus ze willen altijd verzorgd voetbal spelen, van achteruit. En ja, zij zullen ook druk gaan zetten, denk ik, op jullie, verwacht ik. En ja, wij op moeten letten. Ja, ik denk met name wel voorin hebben ze wel aardig wat creativiteit. En vanuit het middenveld hebben ze wel met name dan Sjoerd Overgoor. Nou, die is de Graafschap wel bekend. Die heeft een geweldige steekbal en die kan zelf ook een doelpunt maken. Zo dadelijk nog veel meer over Go Ahead Eagles tegen de Graafschap. Veel clubs in het betaalde voetbal zijn op zoek naar een shirtsponsor, CQ hoofdsponsor. De Graafschap heeft er eentje gevonden en vorige week werd deze hoofdsponsor gepresenteerd. We kijken naar ATAG CV-ketels. Waren wij shirtsponsor, de achterkant. En dat is ons erg goed bevallen. Ik hou ervan om met regionale bedrijven veel samen te werken. Waarbij we ook onze eigen rendementseisen kunnen halen. Nou, die hebben we zeker gehaald. Komt goed over bij onze mensen, komt goed over bij onze relatie. Ja, deze kans deed zich voort. Dan maken we daar graag gebruik van. We zijn al heel lang met elkaar in gesprek erover. We hebben natuurlijk al heel lang een samenwerking met elkaar. Ze zijn begonnen op de mouw, vorig seizoen op de achterkant, ja, en nu naar de voorkant toe. Dus op zich waren we al heel tijd met elkaar in gesprek en van het weekend echt al officieel alles afgerond. Als er bepaalde zaken zich niet ontwikkelen zoals we beide plannen, dat kan van ATAG kant zijn, maar dat kan ook vanuit de Graafschap kant zijn, dan moet je zorgen dat je daar geen buikpijn aan overhoudt. Er zijn een aantal afspraken gemaakt over een bonus op het moment dat we promoveren, een afspraak bij Eredivisie, een afspraak bij Eerste Divisie. Dus we hebben daar, een club als de Graafschap is gewoon, je moet continu met twee scenario's werken. En dat hebben we nu ook contractueel allemaal vastgelegd met elkaar. Maar nogmaals, de intentie is om heel lang met elkaar te gaan samenwerken. Ik ga er wel vanuit dat er een promotie zeker tot de mogelijkheden behoort. Gaan ze niet promoveren, dan sluit ik zeker niet uit dat wij gewoon doorgaan. Dat is niet de belangrijkste klos. De Graafschap heeft dus met ATAG CV-ketels een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor 3 jaar lang. Ja, Pieter Huistra, betekent dat jullie er warmpjes bij zitten. Ja, nou zoeken we nog een sponsor voor achterop, voor koeltechniek of airco of zo, volgens mij. Ja, want hier is het ook lekker warmpjes hè, in de studio. Heerlijk. Maar hoe belangrijk is het, zo'n sponsor vinden en dan nog wel voor 3 jaar? Nou ja, en wel een sponsor met uitstraling, denk ik. Ja. Toch wel een bekende naam, dus ik denk dat voor de Graafschap op dit moment uitstekende naam voor op het shirt is. Ja, jij hebt natuurlijk heel wat meegemaakt, alle sponsoren in al die jaren. Moesten jullie altijd veel doen voor de sponsoren? Nou ja, dat hoort er wel bij en is eigenlijk steeds meer. Hè? Dat je ook een wisselwerking hebt met je sponsor. Dat is, vinden de spelers eigenlijk heel normaal. Ik kan me wel herinneren, toen ik speler was zelf, dat we eigenlijk daarin niks hoefden te doen. Mm-hmm. En toen begon ook eigenlijk net pas het shirt sponsoren. Ja. Maar tegenwoordig, de spelers die groeien ermee op en die vinden het de normaalste zaak van de wereld. Ja. Dave, jij hebt een eigen bedrijf. Hoe belangrijk is dat voor jou om jezelf weg te zetten? Nou, voor mij is het een klein beetje een ander verhaal, want ik zit toch met name heel veel over de grens en wat weinig minder in Nederland. Dus ja, als ik mijn naam op het shirt van de Graafschap zou zetten, zou het alleen maar vraagtekens oproepen. En het is niet echt, zeg maar, het is echt belangrijk voor mijn bedrijf is. Dat moet ik wel zeggen. Maar ik ken zelf de ATAG ook. Ik heb nog gewerkt in het verleden bij de ATAG. Het is in Lichtenvoorde. Klopt.
Dus ja, het is wel een heel stabiel bedrijf met ontzettend veel werknemers. Hoe ver ga jij met jouw eigen bedrijf de grens over, wereldwijd? Mijn bedrijf die runt alleen, niet wereldwijd, alleen in Europa. Binnen Europa heb ik daar heb je een vrijheid van goederenverkeer en daarin handel ik. Jij hebt toen voor de Graafschap gekozen. Was dat een droom toen jij van Longa naar C21 ging en van daaruit naar de Graafschap? Ja, wel een droom uiteraard, maar niet een droom waar ik rekening mee had gehouden. Het kwam eigenlijk pas op latere leeftijd, ik was 25 jaar. En op dat moment speelde ik 2 jaar toen hoofdklasse bij HC 21 Brein. En toen eigenlijk kwam het onverwachts en werd ik gehaald voor de breedte, voor de eerste divisie, zeg maar, Jupiler League. En toen miraculeus werden ze zevende dat seizoen en toen promoveerden ze via de na-competitie. Dus ja, toen stond ik al gelijk in de eredivisie en was het te hoog gegrepen. Maar ja, de trainer zag het op dat moment gelijk in me zitten en die stelde me eigenlijk het hele seizoen op. Volgens mij alles gespeeld dat seizoen. Nou, en ja, de supporters, ik werd op een gegeven moment op handen gedragen. En dat seizoen zal ik nooit meer vergeten. Uiteindelijk besef je wel van, ja, je was niet een dragende speler of de betere. Maar ja, ik ben het type speler wat dan alles geeft. En dan komt zeg maar het support van de supporters. En dat zal me altijd bij blijven. Ja, de droom is dus wel uitgekomen. Ja, het was absoluut een droom. En ja, als je dan de Eredivisie mag spelen en in de grotere stadions mag spelen, dan... dat was wel geweldig mooi. Ja. Pieter Huistra, jouw droom is... Dat is ook een mooi voorbeeld trouwens. Hè, voor heel veel jongere spelers die denken dat ze de boot gemist hebben. En dat blijkt dat je op latere leeftijd nog steeds een stap kunt maken. Als je daar ook in gelooft. Ja, want jij hebt natuurlijk heel wat anders meegemaakt. Nou, ik was vrij jong. Ik was 16 toen ik naar Groningen ging. Ik was 17 toen ik mijn debuut maakte. Dus ja, dan ben je allemaal in alles wat eerder. Maar ja, dat maakt niet uit. We hebben beide dan een bepaald niveau gehaald. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Go-Ahead Eagles, de Graafschap. Volle bak, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ze hebben een goede voorbereiding gehad, de Go-Ahead dan. En Graafschap zal wel, genoeg mensen meebrengen. Dus ik denk dat het helemaal vol zal zitten. Ja, de nummer 1 tegen de nummer 2 in de Jupiler League. Klinkt lekker, toch? Nu al? Ja, na 1 speelronde. Dat zegt niet zoveel, maar... Maar het is goed dat dit soort wedstrijden er zijn, dat de Jupiler League ook gaat leven. Dat is voor iedereen enorm belangrijk. Het hele voetbal op Jupiler League niveau, dat moet door iedereen gedragen worden. Want dat zit een beetje hier en daar in de knel. Ja. We hebben vrij laat is het rondgekomen met de beelden, RTL. Het is goed dat we dat proberen straks met z'n allen gewoon positief uit te dragen. Want ja, Nederland heeft de Jupiler League nodig. Er komt heel veel talent uit de Jupiler League. En dat is hartstikke belangrijk voor het hele Nederlandse voetbal. Maar als we heel even kritisch kijken, is het niet vreemd dat een club bovenaan staat na de eerste speelronde die maar 2 doelpunten heeft gemaakt, met 2-0 heeft gewonnen? Dat betekent in ieder geval dat de clubs dicht bij elkaar liggen. Dat zou elkaar gewaagd zijn. Of dat er weinig gescoord wordt. Ja, misschien veel goede verdedigers in opleiding die eraan komen. Ik weet het niet hoor. We zullen het zien. Na 10 wedstrijden kun je er veel meer over zeggen. Dan worden ook de krachtsverhoudingen een beetje duidelijk. Mm-hmm. Dan, tot nu toe staan we koffiedik kijken volgens mij. Ja, welke clubs moeten er uitspringen dit seizoen, Dave, in de Jupiler League? Ik verwacht veel van Cambuur wel ieder jaar. Nou, Graafschap natuurlijk. Go-Ahead kan volgens mij verrassen dit seizoen. Sparta heb je. Sparta zeker. Ja. Die hebben goede spelers. Nou, dat zijn wel echt denk ik de kanshebbers. Ja. Eigenlijk leggen jullie jezelf een klein beetje de druk op, hè? Nu al. Wat dan? Ja, als je wint van Go-Ahead Eagles, dan sta je bovenaan. Terwijl jullie eigenlijk heel rustig willen beginnen. Ja, maar volgens mij als je bovenaan staat, ligt er dan druk op je. Als je erachter staat en je staat achter, dan staat er volgens mij meer druk op. Dus het is maar net hoe je dat bekijkt. Mm-hmm. Kijk, wij kijken ook vooral naar het voetbal wat ik zie. Hè, naar de prestatie van de speler. Daar zijn we constant mee bezig en dat kunnen wij beïnvloeden. Hè. We proberen heel goed te kijken naar wat kun je nou beïnvloeden en wat niet. Ik kan niet beïnvloeden wat Sparta tegen een Cambuur doet of wat andere clubs doen. Mm-hmm. Ik kan wel beïnvloeden wat wij elke dag team op het trainingsveld laten zien. Wat wij voor intenties hebben naar de wedstrijd toe. Nou, en daar houden we ons ook mee bezig. Daar stoppen we onze energie in. Je hebt al wel wat geblesseerden natuurlijk. Kaflan van de Pavert en Tim Vinke, die natuurlijk een geschiedenis heeft. Eigenlijk als ik terugkijk op de voorbereiding, hebben we heel weinig blessures. Dus ik ben eigenlijk wel heel tevreden wat dat betreft. Andere ploegen die met hele volle zieke boegen zitten. Onze fysiotherapeuten hebben het relatief rustig op dit moment. Ja, wat moet de Graafschap nog meer gaan brengen de aankomende weken, zeker maanden?
Nou ja, we moeten een bepaald stabiel niveau krijgen. Dat is heel belangrijk, denk ik. Een heel seizoen stabiel een prestatie neerleggen. Dat heb je nodig. Wil je bovenin meedoen. Mm-hmm. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Ja, Dave Bus, Go Ahead Eagles en de Graafschap. Twee oude clubs van jou. Daar zit je vrijdagavond op de tribune, denk ik. Klopt, ja. Ik ben zeker van de partij. Dus wie moedig je aan? Welke club? Nou, ik zal wel enigszins proberen een wedstrijd objectief te benaderen. Maar ik denk dat de Graafschap niet zo makkelijk gaat krijgen. Benaderen de wedstrijd is objectief. Wat gaan we verwachten? Ja, wat ik al zeg. In het verleden heeft de Graafschap daar altijd moeilijk gehad. Ja. Dus ik denk dat de Go Ahead gaat winnen met een 1-0. Dat verwacht ik. Maar ja, we zullen het zien. De trainer zal het tegendeel bewijzen. Ja, wat zal de trainer zeggen dan van de Graafschap? Ik denk dat Go Ahead het heel moeilijk krijgt. Kijk, dan zijn we daar goed. Ja, want jullie scouten dat, jullie analyseren dat natuurlijk. Wat zijn de sterke punten van Go Ahead Eagles? Nou, ze hebben een paar sterke punten, ze hebben ook wat mindere punten. En wij focussen ons dan vooral op de mindere punten. En dat komt allemaal goed. Ja. Wat verwacht je vrijdag? Ja, ik verwacht zeker dat het een open wedstrijd is. Twee teams die aan elkaar gewaagd zijn. En het is ook voor ons even weer goed kijken waar we staan. We hebben een eerste goede test gehad met Excelsior, waar ik ook wel iets van verwacht. Nou, nu is het een test in een uitwedstrijd tegen een tegenstander waarvan ook alle insiders denken dat hij bovenin mee gaat doen. Ja. Nou ja, dat moet Go Ahead dan ook maar laten zien. Dave Bus zegt 1-0 voor Go Ahead Eagles. Wat zeg jij? Ja, ik doe nooit mee aan dat soort... Ik ben heel slecht in de toto, dus ik ga hem daar ook niet aan wagen. En wat ik wel verwacht, is dat een heel strijdbaar de Graafschap staat. Die met dezelfde instelling het veld ingaat als tegen Excelsior. De Ran gaat mee naar Deventer? Zeker. Hij komt thuis. Heren, hartelijk bedankt. Heel veel succes tegen Go Ahead Eagles en jij veel plezier op de tribune. Dankjewel. Hartelijk bedankt voor het kijken naar de eerste aflevering van Studio De Graafschap. Natuurlijk zijn we er volgende week weer en dan veel meer over het wel en wee van onze superboeren.